Speelgoedketen Intertoys heeft problemen met de bevoorrading van de winkels. Franchisenemer Hans de Groot van de voormalige Intertoys in het Amstelveense stadshart werkt al bijna 50 jaar in de speelgoedbranche. Hij zag deze moeilijkheden al aankomen en is daarom een andere weg ingeslagen. Intertoys heeft het op het ogenblik moeilijk, hij heeft al in de pers gestaan. Men is dan wel doorgestart, maar er is blijkbaar nog steeds behoefte aan kapitaal. Samen met mijn collega's die ook ex-Intertoys zijn, zagen we problemen met de overname die opnieuw gebeurde nadat Intertoys failliet ging. Wij zagen daar toch wel een paar problemen op ons pad. We hebben nu eenmaal te maken met investeerders in plaats van direct in Nederland kapitaal. Investeerders hebben soms andere belangen dan wat het bedrijf is. Want die gaan gewoon voor zoveel mogelijk winst pakken om zo snel mogelijk te verkopen. Misschien dat het hier niet zo was, maar er werd ons een contract voorgelegd waar ik me niet in kon vinden na al die jaren. En ik niet alleen, anderen ook. Dus ik wens ze gewoon veel succes. Maar wij hebben onze eigen weg gekozen en ik denk dat we de goede hebben gedaan. En die eigen weg is de Groot niet alleen ingeslagen. Samen met andere voormalige Intertoys franchisers heeft hij zich aangesloten bij Uretco. Waarschijnlijk een tamelijk onbekende naam in Nederland bij het publiek. Maar als ik zeg Intersport, Libris, Hubo, dat zijn wel bekende namen. Die vallen allemaal onder dat Uretco. En Uretco is nu voor het eerst ook een speelgoedketen aan het opzetten. En dat doet hij in samenwerking met die ex-Intertoy winkeliers. Ik weet een beetje hoe het eruit gaat zien al. Maar het is een hele frisse nieuwe formule. Ik denk dat het publiek erop zit te wachten. Het is niet voor niets dat de Groot doorgaat met zijn speelgoedwinkel. Hij verwacht namelijk een rooskleurige toekomst voor het stadshart. Ook wij in het stadshart ontkomen natuurlijk niet aan invloeden van buitenaf en wat er om ons heen gebeurt. Ik ben blij dat nu eindelijk de kogel door de kerk is dat er een stuk bijgebouwd gaat worden. We hebben gewoon weer vernieuwing nodig. Het winkelcentrum is van een redelijk centrum naar een heel goed centrum gegaan door allerlei aanpassingen en moderniseringen. Maar we zijn uitgemoderniseerd. Alle gemakken die je kan verzinnen zitten erin ondertussen. Dus we moeten het publiek weer wat nieuws bieden. En op deze manier, dat is dan de uitbouw op de, wat we nu de Rembrandtweg noemen. Of nee, de Rembrandtstraat, sorry. Om een idee te geven, het wordt niet alleen zomaar meer vierkante meters. Het zogenaamde nieuw loopveld, dat is het openplein voor CNA. Dat zal ook dichtgemaakt worden. En er zal een foodcourt komen. En een foodcourt is vandaag de dag helemaal in. Dus ook daarin gaat Amstelveen dan mee in de vaart der volkeren. En voor de mensen die daar eens van willen zien hoe dat kan functioneren, zou ik haast willen adviseren, ga naar het winkelcentrum in Leidschendam. En daar kan je zien hoe het in een hele grote schaal toegepast wordt en hoe succesvol dat is. Dus dat staat de Amstelveeners ook nog te wachten.